ben Merlijn Twaalfhoven. Ik ben componist en ik heb een hele bijzondere opdracht gekregen. Het Holland Festival vroeg mij om voor zoveel mogelijk fagotspelers een groot stuk te maken in het Concertgebouw van Amsterdam. Ik ben nu in de werkkamer bij Bram van Sambeek. Toch wel een van de meest avontuurlijke fagotspelers van Nederland. Ik wil ook heel graag wat leren over van wat nou het karakter is van het instrument. Zodat ik dat zo goed mogelijk in het stuk kan verwerken. En ik ben heel benieuwd, zou je iets willen laten horen aan mij? Kun je zelfs trillen tussen octaven, dus tremolo-achtig? Okay. Ik zou je iets kunnen laten horen waarvan ik het gevoel heb dat de componist eigenlijk alles een beetje op een rij zet wat er effectief is aan gekke geluiden. Ja. In het begin laat hij heel erg tweestemmigheid zien van het instrument. Wauw. Kun je die ook in een lange toon laten ontstaan? Je zou bijvoorbeeld... Heb jij bijvoorbeeld, stel je speelt een C. Ja. Kun jij die ene C in verschillende klankkleuren spelen? Dat is heel simpel. Dat is gewoon steeds harder blazen en dan detoneert hij. Ja. Nu totaal de andere kant. Wat is nou het meest schattige stukje uit het repertoire, misschien uit Mozart? Dat is, als dat geen onweerstaanbare verleidingspoging is, ik bedoel, iedereen die dit instrument heeft, moet op 25 juni samenkomen om dit soort prachtige momentjes te creëren samen, maar ook die brute kracht te laten horen. En dat samenbrengen, dat wordt een avontuur. Mooi.